beste mensen van schoolleven, mijn naam is Dardro. Jawel, en welkom op mijn YouTube-kanaal. Vandaag gaan we naar die Dam Airsoften. Ik heb er heel veel zin in, maar we zijn hier al aan het kloten. Hè. Mijn camera wou niet werken, dus we gaan proberen nu met deze camera te filmen. Mijn geheugenkaart zou corrupt zijn. Wat was ik aan het vertellen? Dat heb ik al wel verteld. Ik was er net aan het tanken, ik was mijn kaart aan het gebruiken. Hier ze, hopla. Dan zijn we zo meteen mee klaar, dan kunnen we naar die Dam vertrekken. Want we gaan dus airsoften in die Dam. En wat gaan we daar precies extra doen? Mensen meeten. We gaan daar dus onder andere Fems meeten. Ah, toch niet, want die heeft corona, jammer genoeg. Fems niet. Adossa ook niet, want die doet niet mee. Dus we hebben nog Stream with Lean, Swimly, Avital. Die laatste weer? Nee, Fems. Ja, die vervangen van Fems daar. Ja, Xander zonder S. Dus eigenlijk Xander. Maar zonder S, hè. Ik kan dat niet uitspreken zonder S. Ja, oké. In ieder geval. Wacht, we gaan een auto in te scouten. Kom, auto in. We zullen zien wie we allemaal gaan meeten. Maar, niettemin, we gaan dus airsoften, dat is fijn. We gaan nieuwe mensen. Komt er nu weer op, bandenspanning controleren, begint niet, hè. We gaan nieuwe mensen vandaag meeten. Waaronder Marla en Shanti. Gaan we nu naartoe. We moeten daar zijn binnen een klein 2 uur. En het is 2 uur en 10 minuten rijden, dus we zijn al te laat. In ieder geval, abonneer op mijn kanaal. Liken, reactie eronder. En dan weet ik of ik nog moet blijven vloggen, want het was lang geleden, hè. Langs de andere kant van de camera. Ridley. What's up? De enige echte. Ja, de enige echte zal niet zijn, zeker. De draaier van dienst. We maken. De draaier, dat zal wel zijn. Oké. Okay. Wij gaan vertrekken. We gaan ondertussen naar een tankstation. Iets aan om te eten en te drinken, want we hebben hier niks bij. Ik heb zelfs mijn tandenborstel en tandpasta mee bij, want daar had ik ook geen tijd voor. Ik moet mijn nagels nog knippen. Ik heb mijn nagelknipper in mijn broek steken. Je ziet dat, hè. Mannen, niet multifunctioneel. Ik denk, is gauw wat anders. Ah, dat is goed. Dan doen we dat even zo, hè. Voilà. Die blijft niet staan, man. Nu... Tijdens het rijden blijft je niet staan, maar nu wel. Maar jawel, dat plakt toch? Nee, dat plakt niet. Ik zal eens gaas panché geven, zeker. Geef je camera terug. Kom, ja, nu moeten we terug stilstaan, hè. Jongen, dat plakt dus niet, hè. Oké, opnieuw. Voilà. Het plakt, hè, mannen. Je hebt het gezien, hè. Je rijdt binnen een trajectcontrole. Nee, ik rijd niet binnen een trajectcontrole. Ik sta stil. Oh, mijn god, dat is zot van die stem, hè. De hele tijd is Kraft aan het praten en bij trajectcontrole komt mevrouw ertussen. Zwijg toch, ik heb uw stem uitgezet. 144 kilometer, allee. Een derde van mijn tank eruit. Je rijdt binnen een trajectcontrole. Nee, ik rijd niet binnen mijn trajectcontrole, ik sta nog altijd stil! Oh, fuck, man. Nee, joh. Hoeveel moest wel er zijn? Ja, dat weet ik niet. Denk 11:30 en we komen toe om... 12 uur. Bijna. En over 49. Ja. Allee, volgens madame Niels, we zijn al onderweg. Jongen, kom, je hebt meer een muziekje dat ik hier rustig hoor, want ik word agressief, zeg. Stappen maken, omhoog. Trappen op, trappen af. Meer trappen op, minder trappen af. Dat je dat top bereikt. Snap je? Voor laatst had ik een quote. Mensen verspillen hun gezondheid om geld te verdienen, maar nadien geven ze hun geld uit om terug gezond te worden. Snap je? Daar moeten ze voor nadenken. Denk dat ze voor na. Je kunt dat op twee manieren interpreteren. Mensen gaan heel hun leven werken. Ze worden er ongezond door. Doordat ze eigenlijk werken, maar ja, werken moet niet werken zijn. Werken moet iets zijn dat je graag doet. Dit bijvoorbeeld. We verdienen hier ook geld mee. Niet genoeg om fulltime te gaan, maar alsnog, het is een soort van werk. Je doet dat graag. Dus elke minuut dat je daarin steekt, ja, is eigenlijk gewoon met liefde gedaan. Tegenover als je werkt om geld te verdienen, om gewoon te kunnen leven. Want tegenwoordig, ja, moet je gewoon gaan werken om de maatschappij, hè, draaiende te houden. Want voor extra te genieten van het leven moet je al bijwerken, want anders dan haalt je het niet. Dus dan word je ziek. En als je dan uiteindelijk keilang hebt gewerkt om geld te verdienen, op het einde, dan moet je al je geld opdoen om terug gezond te worden. Dus je moet zien dat je in het leven dingen doet waar je gelukkig van wordt. Elke dag opnieuw. Elke dag opnieuw. En niets tegen je zin doen. Stel, ik had vandaag geen zin om te gaan, dan was ik ook gewoon niet gegaan. Als je iets niet graag doet, doe dat niet. Want elke dag kan de laatste zijn. Je moet leven van dag tot dag. En elke dag je mooiste leven leven. Ik heb de afgelopen 2 jaar veel tegenslagen gekend. Zeker op professioneel vlak met streamen en zo. Veel haters.
uiteindelijk maakt het de persoon wie dat je bent. En je moet je altijd dankbaar zijn, want zij maken de persoon wie je tot op vandaag zijn. Je moet zelf zeker zijn. Je moet niet zeggen dat je het zijn, maar je moet het zijn. En dat is hetgeen wat je moet hebben, die mindset. Je moet zelf zeker zijn en niet faken dat je het bent. En dan zeg je een stap verder. En dan sta je boven hun en dan blijf je boven hun staan. Want dat houdt dat goed. Dat was de speech. We gaan verder rijden. We zijn er bijna. We moeten nu nog iets van hem. Ja, nee, nog 50 minuten rijden. We gaan misschien wel ergens stoppen voor het steden naar Ridley. Want ik heb wel. Ja, ontbijt mag. Nee, is goed. Oké, tot zo meteen. Dus kijk, hè. Ik moet eigenlijk al een klein beetje pipi doen en zo. Omdat ze dat zeggen bij de kleine mannen. En ik vroeg me af of dat wildplassen illegaal was in Nederland. Hè? Maar omdat. Hè? Dat is dus blijkbaar illegaal. Ja, dat is in België toch ook illegaal? Ja, maar dat is illegaal. Maar als ik een hond meeneem en ik laat die pissen tegen een of andere paal, dat is oké. Die hond kan die betalen, die kan de staatskassie spijzen, jij wel. Nee, maar waarom? Ik wil ook hondenrechten. Ja. Ik wil ook pissen waar ik wil. Free wildplassen. Free wildplassen, yes. Let's go. Nu is hem die broodjes, die verpakking daar gaan wegsmijten, terwijl het een... Dat passeert met een auto, dat is toch een Charles, hè? Wat zullen jullie gaan doen? Pas op voor de camera. Onze broodjes gaan wegsmijten. Oh, en ik passeer daar niet aan die vuilbak daar, nee. Ja, okay. Ja, eigenlijk wel, ja. Nou, mensen, we zijn weer onderweg. Hit the road, Dadro. And we don't come back here anymore, hè? Myself and I, kom net van bij de slijterij. Ja. Allee, van beide dingen, van bij de... wat was het? Wat zei jij dat tegen? Slijperij. De slijperij. Slijperij. We daar komen. En Sean en Marla rijden achter ons nu. In Nederland, een stuk Nederlands-België denk ik, naar de wegen te zien. Oh, hier komt weer een beeld van iemand in Tokio. Oh, we zijn terug. Wow. Ja. Oh joh, oh joh. Tokio, hoe was het daar? Goed. Hey, ik had gelijk. Dat is echt gewoon aan deze rotonde rechtsaf. Dat is hier direct naast de rotonde. Tuurlijk heb ik gelijk. Dat is wel 5 rotondes verder, man. Gelijk, ja, ik had, bij één rotonde gezegd dat je rechtsaf moest gaan. Ik had uiteindelijk gelijk. Misschien 5 rotondes verderop. Maar uiteindelijk had ik gelijk. Jawel. En we gaan nu even afsluiten om te komen aan. En mijn arm begint zeer te doen. Dus ik ben geen vlogger. Hè. Ja, Lore, wat hebben we gekregen vandaag? Kom je als het tel is, ja. Wat hebben we gekregen? Cadeautje voor de dames. Jawel, het zal niet zijn zeker. Keukenzout. Oh ja, wat zal niet zijn? We gaan vanavond dingen doen. Suicide tequila. Ken je dat? Nee, dat ken ik niet. Dat is op vanavond. Op, ja. Die mensen buikpijn hebben, geloof me. B52. Wat is dat? Ja, dat is leuk. Gaat dit hier? Moet je er 4 drinken en ben je op. Wat is dat? B52 is... Binnen 3 weken gaan we dat testen, de mensen. Die op de gehaald. Ja, gaan we dat testen, ja? Ja, ik weet niet. Ja, is goed. Het is Baileys. Ja, trouwen erin. Met Tia Maria. Ken ik niet. En Cointreau. Cointreau, dat is dingen. En dan steek je hem aan. In brandsteken? In de brandsteken. Rietje erin en opzuigen. Gaat het in brand staan? Ja. Zicht voor mij. Ik kan alleen maar cola. Ik kan alleen genoeg flessen. Ik kan alleen maar cola wat shisha overbrengen. Ga ik ook niet. Jij mag shisha. Ik ben helemaal kwijt. 4 shotjes, ik ben plat. Ronde 2 is gedaan. Lorenzo hoogstwaarschijnlijk 500.000 keer afgeschoten. Ik heb het niet gespot. Maar er zijn wel andere mensen afgeschoten, zoals Corrie misschien. Afgeschoten vandaag. 100%. Nee, niet. Ik ben gewoon een lopende schietschijf. Lopende schietschijf, ja. En had je wel iets kunnen raken? Takken, vooral takken. Takken geraakt, ja. Takken, verder... Even goed als Stormen Nistle van gisteren. Juist. Voilà. Jawel. Even wachten tot de rest er is, want anders komt het niet echt goed. We zien een uitgeputte Cubbins. Een uitgeputte Ben. Uitgeput Ben. Wie is eigenlijk de vlogger? Nou, ik denk vandaag. Ja, dan vind het wel helemaal mooi. Ja, heel mooi. Zwaar afgemaakt, hè. Ja, zwaar afgemaakt. Nee, bij hun, hè. Ja, zwaar afgemaakt, ja. Precies. Ja. Chicken. Ja, hij heeft mij ook geraakt. Hier. Ik had het wel voel dat nu al. Ja, ik heb dat helaas niet kunnen filmen, ik heb je amper gezien. Ja, ik was een camper van dienst. Ik heb iemand ging in een hutje zitten en ik zo... Ik zie die koken zo vallen en ik zo iets hoger. Ja, ik heb je reactie gelukt. Ik vind het echt hartstikke leuk. Beste ervaring waar je ooit hebt meegemaakt in mijn leven. Ja? Heb je veel mensen afgeschoten? Het is moeilijk te zien, maar ik ga vanuit van wel. Je hebt er misschien eentje afgeschoten? Denk het. Ja, voor ons heb ik goed gedaan. zo goed. Ja, goed gedaan. Voilà, we zijn weer weg. Mensen geïnterviewd, het zal niet zijn zeker. En tot het was raak. Veel mensen raak geschoten.
Ja, wat anders, hè. We winnen. Het lukt. En we zien jullie in de derde match, vierde match. Ik weet het al meer. Ciao, ciao. Ja, ik vind het zo te koop, want die bril die was een shieldkaart aan. Dus je wordt afgeknald, dat is wat ons eigenlijk wordt vertellen. Ja, eigenlijk wel, ja, want ik zie niks. Dan pakken we een kaart, piep, en dan zijn we binnen. Piep, ja, voilà. Denkt u mevrouw dat hij weer afgeschoten gaat worden? Grote target, hè. Ook jongen. Succes. Dankjewel. Het is duidelijk, het andere team is volledig afgeschoten, hè. Team Captain heeft toegegeven dat ze volledig verkrust zijn daarnet in de gang. Ik heb interviews afgelegd. Het is duidelijk dat team Abital gewonnen heeft deze keer. Ik heb meer mensen achter zien gaan dan iets anders. Ben heeft echt zeker 20.000 man neergeschoten. Ja, op mijn buik ook. Zeker 20.000 man. Vlotjes. De Lore heeft een paar keer pijn gehad. Is friendly fire. Ja. Maar het was niet zo per ongeluk. Het was intentional friendly fire. Hier, denk ik. Los. Daar. Waar? Hier. Waar? Zo, hier geraakt. Ja, ik was er niet. Ja, daar. Ik heb een mededeling. We gaan nu de laatste wedstrijd spelen tegen Stream with Lean. Maar blijkbaar zei Job van ja, Stream with Lean gaat winnen. Maar wij gaan dat verschil maken, toch? Stream with Lean gaat winnen. Ik denk dat er een fout gebeurd is bij de telling. Stream with Lean zou blijkbaar voor het moment winnen. Dat is complete bullshit, denk ik. Complete bullshit. Hè? Ik zal een keer even kijken bij de team captain wat er effectief correct is. Want veel fake nieuws dat er rond aan het gaan is, denk ik. Team Abital is duidelijk aan het winnen, ja, dat zie ik wel. Man, ik heb mijn degel in mijn zak steken. We gaan Lorenzo overhoop schieten. Oh, daar gaat een degel. Ik had mijn degel in mijn zak steken. Niet dat jullie mij kunnen zien, maar we gaan hem afschieten. Als het kan. Als ik de aim heb en als, ja, als ik hem kan raken, alleszins. Zonder dat ze zien dat ik het effectief doe. Hè. Wat? Ik fiets hem maar op. Hé. Oeh, ik zie een voorhoofd. Ik zie een voorhoofd, een bedekt voorhoofd. Ja. Ik zie alleen een voorhoofd. Ja, een voorhoofd. Ik zie alleen een voorhoofd. Oh, fucking vlogger gaat toch weg. Vlaat daardoor blessé. Bolleke op zijn kop. Exact goed geraakt. Zoals hij het zelf beschreef, sniper elite. Grote problemen, grote problemen. Echt zeer. Het doet pijn. He is pushing out. He is pushing out. We zien hem nu. Gaat de bult tevoorschijn komen? Oh ja! Ziet het af, ja? Dat is niet waar, hè. Dat is nee, nee, blijf staan, blijf staan. Amai! Dat is precies... Style! Ja! Voilà, dag mensen. Ik heb weer fantastisch haar met een masker aan. Wat eerlijk, hier fixte mee, hè. Maar dat is begin nog maar, hè. Dat is juist gebeurd. Ik ga op mijn... Allee, jongen, kan het toch niet. En ik kan u zeggen, we gaan vanavond uitgaan. Net vandaag. Dan gaat hij uit met... Een bots op mijn kop. Maar kop... misschien kun je ijs gaan halen. Ik ga een kop reageren voor dat kun je ijs gaan halen? Ijs, dat is voor pussies. Ja, maar dan wordt het dikker. Ja, tuurlijk wordt dat. Ja, maar als je ijs pakt, stopt dat dus wel in. McFlurry, tilt dat ook? Fuck this. Oké. Okay. What the fuck? Ja, mensen, kunt zien, ik heb geen damage. Ik ben 2 keer op mijn kop geraakt. Ik had een deagle meegenomen om op zijn kop te schieten. Dat was niet nodig. Dat kan ik u nu al zeggen. Ik zei het jullie mensen, ik had hem niet nodig. Het was in orde. En Dandro is out. Blessé. Geraakt. Taken out. Het was een direct hit, zo zal ik het ook noemen. Kom maar af, ik ben heel lastig. Hoe noemen ze dat? Huh? Hoe noemen ze dat? Headshot. Een headshot? Hop, ja. Daar, hoppa. Noem maar af. Noem zo. Af. Maar ik moet nog interviewen straks. Nee, niet. Jawel, jawel. Ik ben nog niet klaar, ja. Maar ja. Dandro out, hè. Had je het gehoord? Give him up, forfeit. Hij is op zijn bol geraakt. Hier zo. Ja, we hebben net even een medische check gedaan. Mijn zak op zijn kop geschenen. Oh, mooi rood, mooi. Mooi rood, ja, het was mooi inderdaad. Heb je het gehoord? Nou. Daardoor out, op zijn kop geraakt. Hij en is uit, op hij zijn is bellen. Vertrokken. Hij is vertrokken. Waar is hij in? Wie had die fucking ja, gaan kijken hoe dik de bult was. Het hoort in Newcastle, denk ik. Yes. Wat? Out, op de kop. Ja, ik zag het. Ik heb het niet moeten doen. Ik was toch niet. Game. Ja. Was de laatste, ja. Dat was de laatste game, ja, voilà. Voilà, dat is great success. Tijd voor douchen. Oh, het zweet eruit erop, hè. IJsleggen, dat werkt goed, hè. Ja, kijk maar. Ja. IJsstenen. Heel goed. Oh, maat, wat sta je. Maar het is nog dikker dan daarnet, ja. Wat een botte. Shake it days.
Ja, ik vind het mooi. Ik ga mijn outfit moeten aanpassen vanavond. Oh. hoe voelt je? Gaat je muts aan doen deze avond? Nee, of fuck. Ja. Nou, je kunt daar een cool verhaal aan breiden. Ja, wat? Ja, dat weet ik nog niet om te verzinnen. Je gesnipt zijt aan de andere kant met een plastieke bolletje. Ja. Ziek verhaal, ja. Ga maar weg met de camera, joh. Nee, ik blijf nog even staan, dat is gezellig. Hij ziet echt af, hè. Hij is forfeit, hè. Maar ben je aan het afzien? Dat is gewoon kut. Dat is een bol. Dat is geen pijn, hè. Dat doet mijn mensen zelf wel. Oh ja. Ik kijk zo en ik zie zo een lamp kan afkomen. Ja, voordat ik het wist was dat mijn hoofd, hè. Dat was raar. En echt tussen mijn bril en die... Waar ik net kan geraakt worden, daar. Ja, ja. Ik had beter de masker opgehaald. Ja, jij wou 30 euro spenderen voor iets anders. Ja, en de 30 euro heeft inderdaad een beeld opgeleverd. Ik kon wel zien waar het volgende kwam met de masker krijgen. Ik wel. Ik zag alles. Dat is het zot, joh. Dus genieten. Want eigenlijk zei ze, hij gaat het toch editen, dus hij gaat het waarschijnlijk. Ja, voilà. Geniet van de ijstee op je hoofd, hè, joh. Ja, graag. The Arctic with Jason.